Uh, Yves Van Dragen, we zijn ongeveer een week na de zege tegen uh, Club Brugge. Hoe belangrijk was het om zo vroeg drie punten te pakken in play-off 1? Uh, heel belangrijk. Als je ziet dat je ja, dan toch weer uh, heel de noot bij elkaar brengt en dat je dan denkt van in de eerste week dat er afscheiding gaat zijn tussen de eerste drie en de laatste drie ploegen, dan is dat uh, nu uh, eigenlijk heel de situatie terug opnieuw te beginnen. En, voor ons is het zeker een soort van een boost terug van vertrouwen om verder te werken aan hetgeen dat we proberen te realiseren. En dat is Europese plaats te halen. En op dat moment is dat zeer belangrijk voor onze spelers. En ik had ook heel veel goede dingen gezien in de voorbereiding van de Playoff 1. En dan geloof je toch dat je hier en daar de toploog kan moeilijk maken, vooral thuis dan met onze supporters erachter. En uh, daarom ook is het naar, naar zondag toe ook weer belangrijk. Uh, misschien wel een cruciale wedstrijd. een Rechtstreekse concurrent dan om die vierde plaats. En uh, hopelijk kunnen we dan tegen Charleroi die drie punten thuis houden. Uh, Voelde je dat ook al deze week, dat, uh, dat de groep echt wel wat vertrouwen gekregen had uh, door die uh, mooie en oververdiende zegen tegen Club Brugge? Ja, wel, gevoeld dat er toch een soort last van hun schouders is, de druk die dan toch uh, weggegaan is. En uh, opnieuw het geloof van kijk, uh, niet alleen in de reguliere competitie. Maar ook in uh, play-off 1 waar iedereen toch uh, probeert uh, scherp te zijn. Um, 100% gefocust op het resultaat. He redelijk veel druk uh, op de ketel tijdens de wedstrijd. En uh, dan zie je dat met zo'n grootse partij, uh, niet alleen qua mentaliteit, maar ook voetbalistisch, uh, dat we eigenlijk uh, telkens de vrije man heel gemakkelijk opvonden. Uh, en dan kan ja, je alleen maar heel fier zijn als trainer. Hoe belangrijk is het om zondag te bevestigen tegen Charleroi? Het is een heel andere match en ja, de bevestiging is natuurlijk uh, sowieso uh, cruciaal. Het uh, kan ook het verdere verloop van de play-off 1 bepalen, omdat je ja, eenmaal uh, zou, als je zou voorbijgestoken worden door Charleroi, dan ga je misschien een mentale tik krijgen en zeggen van van ja, het zal niet voor dit jaar zijn. Uh, Oké, okay, het is ook nog maar de derde wedstrijd, het uh, is nog heel lang hoor, het uh, zijn nog zeven wedstrijden of acht matchen op scherp van de snee, maar het uh, is vooral nu, uh, met deze uh, tweede opeenvolgende wedstrijd thuis, uh, dat we misschien uh, nog meer overtuiging en nog meer vertrouwen kunnen putten uit een uh, positief resultaat. Ja, Charles is ook een heel degelijk team, dat hebben we gezien in de competitie, ook vorige week tegen Gent, uh, ze zijn ook veerkrachtig. Ja, ze zijn moeilijk te manoeuvreren. De organisatoren zitten het heel goed in elkaar, verdedigend, sterk. Ze vullen eigenlijk echt heel goed de posities in en het is moeilijk om kansen te creëren tegen hen. We hebben dat trouwens ook al meegemaakt in de competitie, dat we hier 0-0 gespeeld hebben. En dat we het dan toch op momenten het heel lastig hadden, waar ze zelfs in balbezit soms een beetje... Ja, um, beter waren dan wij. Uh, wij hadden even goed begonnen en dan botsen je op de muur en dan krijgen ze niet direct het eerste doelpuntje en dan, uh, dan uh, krijgen zij uh, meer vertrouwen. En uh, ja, hadden, moesten wij ook soms uh, op een gegeven moment een achteruit. En dat is het gevaar van Charleroi. Eenmaal ze de bal recupereren, zijn ze heel gevaarlijk in de tegenaanval uh, met zo die mannen van Kibano en zo. Uh, het wordt opletten, maar toch, we hebben ook een heel, ja, laten we zeggen, collectieve ploeg. En onze verdediging staat er ook wel. We kunnen toch zeker tegen hen voor de drie punten gaan. De steun van het publiek was tegen een Club al belangrijk, nu kan het ook weer een boost geven? Ja, supporters hebben een fantastische actie gedaan en hebben constant, de wedstrijd ons naar die zegen geschreeuwd. Ja, ik hoop daar toch een klein beetje op. Als trainer eh, voel je toch dat dat meerwaarde kan betekenen in moeilijke, moeilijke momenten om uh, ja, de ploeg te steunen. En ik kan niet zeggen dat we heel veel moeilijke momenten gekend hebben verleden week, maar toch uh, zijn er fases. Uh, ik denk dan aan de re redding van Han Kinee. Uh, die bal gaat er dan niet in en uh, het stadion ontploft terug in de positieve zin van het woord. Uh, Slotvraag: hoe zit het momenteel met, uh, met onze geblesseerden? Um, Thomas Matong gaat vandaag terug uh, meetrainen en uh, Ivan Santini gaat ook uh, meetrainen. Maar het is toch nog wel een beetje bang afwachten of ze inderdaad 100% aan de aftrap kunnen verschijnen.